En ik heb gezegd, een 37 jaar, genoeg is genoeg. Ik ben wel een beetje gespannen. Ik heb heel toevallig 2 buddies. Ik kan Ingrid bellen, of ik kan Mavis bellen, of mijn dochter. Toen ik gestopt was met roken, als ik het soms moeilijk had, dan bleef ik maar met mezelf praten, zeg maar. Je kan het, je wil het, en die sigaretten zijn niet je baas. Weet je hoeveel geld je, hoeveel geld je hebt vermorst, verbruikt, alleen om roken? Duizenden. Ik ben nu bezig om een seniorenwoning te zoeken. Daaraan wil ik dat geld besteden. Dat is mijn streven, dat is mijn doel. Als je even niks te doen hebt of zo, nou, ik steek me de sigaret op. Als je op de bus staat te wachten en het duurt te lang, je steekt de sigaret op. Als je op iemand zit te wachten, je steekt de sigaret op. Dat monstertje, dat komt af en toe naar boven. Nou, wat in je lichaam zit, dat vraagt om nicotine. En dan word je weer eventjes bevredigd. Maar ja, na een half uurtje wil je er weer heen. Als je van plan bent om te stoppen en je voelt de drang opkomen om een sigaret op te steken, stel het even uit, 10 minuten. Ga naar de keuken, drink wat water, eet iets. Na 10 minuten is dat gevoel weg. Na een kwartiertje komt het gevoel weer. Weer uitstellen. Het is steeds uitstellen, uitstellen. En als je dan een dag verder bent op die manier, dan ben je de volgende ochtend toch een beetje trots. Maar zo, dat heb ik voor elkaar. Die cursus begon in oktober en die was 2 december afgelopen. Het liefst had ik gehad dat die cursus in de eerste week van januari afgelopen was. Ik heb dus 6 weken niet gerookt met die cursus. En iedereen was trots op me en zo. En ik had er geen moeite mee eigenlijk. Maar ik heb het 6 weken volgehouden. Totdat de cursus afgelopen was. En toen ben ik weer begonnen. Omdat het de decembermaand was. Gezellig met de kerst, oud en nieuw.